Goedemiddag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Kevans Trading Dagboek. Wat jullie niet weten is dat deze aflevering live is. Het enige is, het is nu maandag de 29e. Ik ga aankomend woensdag met vakantie, dus waarschijnlijk zien jullie het op het moment dat ik op vakantie ben. Dus ik heb op Telegram heb ik een berichtje geplaatst, die zal ik gelijk even laten zien aan jullie. Dat was hier. Dat ik vandaag om 12 uur een live sessie zou doen voor de eerste 50 mensen. Omdat op het moment dat ik op vakantie ben, dat ik jullie alsnog het een en ander wil meegeven qua beeldmateriaal. Dus ik heb een oproep gedaan. De eerste 50 mensen zijn nu bij mij aanwezig via Zoom. Daar zien jullie in principe niks van. Dus jullie zien alleen gewoon wat ik bespreek. Maar ik zit hier nu met 58 mensen. En bij deze. Dus het is de bedoeling om nu gewoon live te gaan charten. Die mensen die hebben al wat muntparen in de chat geplaatst. En die pak ik gewoon even erbij. En de eerste vraag, dat is hoe kijk ik... Tenminste, dat is eigenlijk de laatste vraag geweest. Maar de eerste die ik wil behandelen, omdat ik het toch op mijn scherm heb. Hoe kijk ik tegen de bitcoin aan? Nou, hoe ik tegen de bitcoin op dit moment aankijk, tegen de dollar... Dus hij beweegt zich neerwaarts in een neerwaarts trendkanaal. En voorspelling van een tijdje geleden... die nu al bijna anderhalf week over tijd is. Maar dat doet er niet toe, want het gaat echt om het idee... Ik blijf er nog steeds bij. En dat was dat ik een paar weken geleden heb aangegeven dat binnen 2 weken de Bitcoin koers grote kans heeft om naar boven uit te breken. Met tijdelijk als bovengrens de $32.900. En ik ben nog steeds van mening dat het kan gaan gebeuren. Want helemaal als ik dit zie, je ziet een neerwaarts trendkanaal. Neerwaartse trendkanalen die breken heel vaak naar boven uit. Dus dan heb je heel vaak een soortgelijk scenario. Dus dat die naar boven uitbreekt. Misschien even terugkomt om het patroon weer even te testen. En daarna weer verder gaat op zoek naar een nieuwe piek. Nieuwe resistance. En de resistance die hij zal... De eerste zware resistance die hij zal ondervinden is rond de $32.900. En dat is afhankelijk gebaseerd op deze week. Op deze week en eigenlijk dit ook. Dus een beetje in het gebied tussen de 32.600 en de 32.900. Ik denk persoonlijk dat hij daar als eerste zware resistance zal ondervinden. Dus hoe ik kijk tegen de bitcoin ten opzichte van de dollar nog steeds bullish. Eigenlijk altijd al bullish geweest. Nou, tenminste altijd al de afgelopen weken sowieso al bullish geweest. Maar ja, dat deed wel even pijn, want het duurde veel te lang. Ik had gewoon heel, heel stoer aangegeven, joh, tussen nu en 2 weken... verwacht ik een uitbraak naar boven toe. En vervolgens zag de koers zakken. Maar ja, je ziet het ook. Hij is nu aan het bewegen in een neerwaarts trendkanaal. Dus grote kans dat hij alsnog naar boven uitbreekt. En als hij naar boven uitbreekt is het gebied tussen de 32.600 en 32.900... eerste prijsniveau waarbij hij echt zware resistance zal ondervinden. Als je het aan mij vraagt. Oké, ik pak nu even de chat erbij. Jullie zien de chat niet, mensen. Als jullie live op YouTube meekijken. De anderen zien het wel op Zoom. Dus ik zag al wat muntparen voorbij komen van mensen die willen dat ik ze even erbij pak. Even kijken. Mooi initiatief. Kun je eens kijken naar nuls tegen de Bitcoin op de 4 uur. Falling Wedge met driehoek. Op 5 februari, 22 maart en 24 juni. Zullen we even kijken? Nuls tegen de BTC. Op de 4 uur. Oké. Op de 4 uur. Als we teruggaan naar februari, dan zet ik hem wel iets hoger. Even kijken. 5 februari, 22 maart, dus dit zal 5 februari zijn geweest. Nee, dus dit. Oh. 5 februari. Wat is deze candle? 5 februari. Wat mis ik al? Wat zie ik over het hoofd? Als ik nou een falling wedge erbij moet pakken, ja, dus. Even kijken, 5 februari, ik zal even lijnen plaatsen. 5 februari heeft diegene het over, 22 maart. 22 maart en 24 juni. Maar 24 juni,
Ik snap dat niet. Het is nog geen juni. Misschien kan je in de chat even wat duidelijker je berichtje even wat verduidelijken. Want ik zie namelijk geen falling wedge patroon hierin. Dus ik sla het heel even over. Maar ik zie het niet. ARPA tegen de Bitcoin. Pak over ook even erbij. Dit zou een hele mooie trade kunnen zijn, misschien. Ik pak hem even. Ik ben even op zoek naar de juiste timeframe hiervoor. Even kijken wat ik hiervan kan maken. Nee. Nee. Qua patronen, ja, ik zie wel een trendlijn aan de onderzijde. Aan de onderzijde zie ik wel iets, bovenzijde niet echt. Geen hard het half 1 uur. Nou, aan de bovenzijde kan ik er niet echt iets van maken. Het kan wel, maar dan moet ik heel creatief te werk gaan. Maar aan de onderkant valt deze trendlijn me daadwerkelijk ook echt op. Het zou interessant kunnen zijn. Pak ik even wat andere dingen erbij. Als deze beweging zou komen, en even kijken waar die eventueel support zou kunnen ondervinden. Nee, het is voor mij pas interessant als hij hier komt of hier komt. Nu nog niet. Tenminste, nee, voor mij nog niet. Dit gebied is voor mij het eerste moment van interesse. Dit, vooral deze candle, werkt mijn interesse. Maar dit gebied ook hoor. Ik zal het even intekenen. Dit is voor mij een sterke support. Dit is voor mij ook een hele sterke support hier. Persoonlijk, ik vind hem nogal hoog. Ongeacht deze uitbraak naar boven toe. Ik kijk namelijk door een bepaalde bril. Door drie verschillende brillen. Allereerst chartpatroonbril. Nou, chartpatronen zie ik hier niet echt een duidelijk patroon in. Je kan wel, maar dan moet ik heel creatief te werk gaan. En dat is niet de bedoeling. Wat ik wel zie is deze trendlijn. Is dat deze trendlijn gerespecteerd wordt. Dat is tot nu toe een paar keer gebeurd. En hij zal ook waarschijnlijk gerespecteerd gaan worden. Mits hij bearish uitbreekt. En als hij gerespecteerd wordt, dan is dit het moment, 30 mei, en dus dat is morgen. We zitten op 29e, morgen is het moment dat het voor mij interessant kan gaan worden. Mocht hij bearish uitbreken, dus mocht hij de lijn niet respecteren, dan zal hij hier in deze zone, zal hij als eerst een liquiditeitszone bereiken. Dus dit gebied, en dan heb ik het over het gebied tussen 24-30 Satoshi en 24,50. En persoonlijk ben ik van mening dat als hij deze zone verliest, dat deze zone wel heel sterk is. Dit is een heel, heel sterk zone dit. Dus eigenlijk, ik zal de dingen ook even opslaan, de chart ook even opslaan voor mezelf. Eigenlijk ben ik van mening dat het voor mij echt interessant kan gaan worden als hij
dit gebied bereikt. En dan het mooiste is zolang hij deze trendlijn aanhoudt. Want als hij deze trendlijn verliest, als de trendlijn niet meer gerespecteerd wordt, dan wordt deze trendlijn op een gegeven moment een resistance niveau. En dan is de bewegelijkheid wordt steeds kleiner. En wat je dan vaak ziet is als de koers horizontaal support heeft van een bepaald liquiditeitszone en daarnaast ook een diagonaal zone, dan, dan noemen ze een dinges, een descending triangle. En dat zal een bearish patroon zijn. Ik zal het even laten zien hoor. Dan heb jij... Dat is niet het geval meer, dat moet ik ook even erbij zeggen, moet ik echt vermelden. Maar het zijn gewoon hypothetische scenario's. Dus op het moment dat je ziet dat de koers dit doet... Als de koers hier doorheen zakt en hij bereikt dit niveau, want gegarandeerd, het is nooit gegarandeerd, maar de kans is heel groot dat hij hier in ieder geval support ondervindt. Nou, je weet, de koers is altijd op zoek naar support en resistance. Dan is het eerste resistance niveau, heb ik het niet over horizontaal niveau, maar puur even de diagonale resistance, is deze trendlijn. En dan is de kans aannemelijk dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Dat hij omdat deze trendlijn een paar keer gerespecteerd is als support, dat hierna ook gerespecteerd zal gaan worden als resistance. Dat de koers hier doorheen breekt. En ja, dit patroon hier, dat noemen ze descending triangle, is een bearish patroon. Dus het kan best zijn dat hij dan naar beneden uitbreekt en dan alsnog in deze zone terechtkomt. Ja, het zijn hypothetische scenario's. Dus ik hou deze sowieso in de gaten. En waar ik persoonlijk op ga letten, is... waar ben je? Watchlist. Waar ik persoonlijk op ga letten is dat hij deze trendlijn sowieso blijft respecteren. Waarom? Als hij de trendlijn blijft respecteren, heeft hij sowieso support van de trendlijn. En als hij daarnaast ook nog eens in een zware liquiditeitsbox terechtkomt, zoals dit, dan is de kans op support het grootst en dan is de kans op een bounce ook het grootst. Dus als ik een long positie zou gaan nemen, is dit het niveau waarbij ik echt ga kijken. En dat is de lijn doorkruist het niveau morgennacht. Dus niet aankomende nacht, maar morgennacht. Aankomende nacht. Dus woensdag rond 2:00. Dus qua deze chart, ik wil gewoon... Zeker weten dat hij de trendlijn blijft respecteren. Mocht hij er doorheen breken, dan is het wel uitkijken van mij. Want dan zou je een soortgelijk scenario kunnen hebben dat hij bearish uitbreekt naar beneden toe. Oké, dat wat betreft ARPA. Ik zag multi tegen de Bitcoin, zag ik ook. Even kijken. Ook op 1:00. Ik zie dat jij bedoelt op 1:00 qua patroon, maar ik ben wel van mening dat als je bij deze chart moet je iets meer inzoomen hoor, wat meer prijsactie in beeld te hebben. Bovenkant sowieso zie ik gewoon resistance, de onderkant ook wel, alleen nou, dit is een typische chart. Hier zijn meerdere scenario's mogelijk. Dit is echt zo'n chart waarbij ik eigenlijk niet echt op de onderzijde treed. Waarom? Je zou het zo kunnen doen. Ja, dus dan heb jij op horizontaal niveau heb jij gewoon een... waar ben je? Op horizontaal niveau heb je gewoon support. Je hebt een dinges en... aan de bovenkant heb je een diagonaal resistance niveau. Dan kom je eigenlijk al bij het punt waar ik het net over had. Bij dit soort charts is de kans dat dit gebeurt aannemelijk. Nou, als dit recht is, dat noemen ze ook een descending triangle. Te vergelijken met wat ik net zei, is de kans op een bearish uitbraak het grootst. Maar tegelijkertijd zou je ook zoiets kunnen doen. Oh. Zoiets, of je kan zelfs creatiever zijn, je kan zelfs zoiets doen. En dan heb je een symmetrisch driehoek, oftewel een pennant, kan je dat ook noemen, aangezien de narappe stijging is geweest. En zo'n symmetrisch driehoek is een voortzettingsdriehoek. Het breekt vaker naar boven uit, mits die gevormd wordt na een stijging. En dan heb je in dit geval, heb je dan in één keer een bullish patroon. Dus het is maar net hoe je deze intekent. Je kan hem intekenen op deze supportzone. En dan heb je aan de onderkant recht support. En dan is de kans dat hij naar beneden uitbreekt groter.
Of je kan het zo intekenen en dan dat, dat de koers naar boven uitbreekt, is dan groter. Persoonlijk ben ik van mening dat ik nu helemaal niks doe. Ik hou het wel in de gaten, dus ik teken hem sowieso in. Ik wacht tot er een uitbraak volgt. En als de koers naar beneden uitbreekt, dan stap ik niet in. In ieder geval niet voor een long. Als de koers naar boven uitbreekt, dan oriënteer ik me voor een longpositie. Dus persoonlijk denk ik dat dit een beter ding is. Een beter scenario is. Een reële scenario. Waarom? Er is al een stijging naar boven geweest. Weet je, als er een rappe stijging naar boven is geweest en vervolgens comprimeert de koers binnen deze lijnen, dan heb ik het niet even over dit gedeelte, dit niet. Maar je ziet ook hier, hier begint het, hier respecteert hij het. Nou, tenminste, dit zou een tweede aanraking zijn. Derde aanraking respecteert hij, vierde aanraking. Hij is nu ook weer bezig met dit. Dus deze kennen we ook even in de gaten. Mocht het zijn dat hij hem respecteert, en ja, het kan best zijn dat hij naar beneden uitwikt, alleen het is wel de bedoeling dat hij dan weer terug in het patroon komt. Mocht het zijn dat hij toch in het patroon blijft bewegen, dan zou dit een mooi bullish patroon kunnen zijn om te traden. Maar voorlopig doe ik niks. Maar dit is wel een mooie trade voor eventueel vandaag, dus die hou ik sowieso in de gaten. Want in ieder geval voor 6 uur, kijk, je ziet ook, hij zakt nu door de driehoek heen. Maar dit zegt nog niks, want hij kan nog teruggeduwd worden. Dus dit kan een fake-out zijn. Dus het is maar net afhankelijk van wat de candles hierna gebeurt. Maar voor 6 uur moet de koers toch echt een kant laten zien. En persoonlijk ben ik wel van mening dat hij naar boven uitbreekt. Dat hij bullish uitbreekt. Maar goed, we gaan het meemaken. Dus dit is wat betreft multi. Ik zal hem ook toevoegen aan mijn watchlist. Als jullie het later terugkijken deze week, dan zien jullie al ongetwijfeld welke kant die uitgebroken is. Maar ik kijk er nog even aan. Je ziet ook, er is een ding is geweest, als ik wat meer inzoom op de minuut. Er is een rappe beweging naar beneden geweest. Het kan best zijn dat hij nu nog voortzet. Als hij voortzet, dan is hij sowieso bearish uitgebroken. Maar het kan ook zijn dat hij teruggeduwd wordt en dat dit hele gebied hier niks anders is dan een soort fake-out. Dus nu nog helemaal niks, als je het mij vraagt. Maar we kijken het gewoon even aan. Wat trouwens ook kan gebeuren, is dat het lijkt alsof hij bearish uitbreekt. Hier vervolgens liquiditeit ophaalt en dan weer terugschiet naar boven toe. En dan zien wij het, als we kijken door het chartpatroonbril, dan zien we dit als een fake-out. Maar dan is het helemaal geen fake-out geweest. Dan is het, dan is het patroon gewoon niet goed genoeg ingetekend. Dus dan, dat zou kunnen. Dus hij kan naar beneden uitbreken, doordat hij hier support heeft. Hij kan hier door het patroon uitbreken, hier liquiditeit ophalen en dan weer omhoog schieten. Of hij kan nu, voordat hij hier überhaupt komt, kan hij sowieso terugschieten en dan misschien wel verder gaan met het patroon. Ik denk persoonlijk dat hij nu in ieder geval deze zone bereikt. Deze zone van 1572. Daarvoor moet hij nu nog even, wat zal het zijn, een procentje doorzakken. Je kan er vergif op innemen. Heel veel kopers staan niet klaar hoor, rond dit prijsniveau. Zijn vanwege de dingen, vanwege deze wicks hier aan de onderzijde. Er staan hier best wat kopers klaar. Dus misschien dat hij nog een bounce krijgt. Wat ook zou kunnen gebeuren is dat dit gebeurt. Hij bereikt die support. Krijgt vervolgens een bounce. Vervolgens wordt dit, omdat het hier al die tijd support was, wordt hier resistance, beweegt hier eventjes zijwaarts. En dan is er net de vraag wat de koers eraan gaat doen. Het zijn allemaal hypothetische scenario's. Ik weet het. Mensen kunnen er ook niet veel mee. Maar ik ook niet. Weet je, dit soort charts moet je gewoon wachten. Gewoon geduld hebben en gewoon aankijken. Op dit moment, ik heb een driehoek getekend, maar het kan nog alle kanten op gaan. Oké, Edu tegen de Bitcoin. Pak ook even erbij. En had het ook over een uur. Er is een rappe uitbraak naar boven geweest. Edu tegen de Bitcoin trouwens, moet je kijken. We hadden het over de liquiditeitszone. En ik had het in de vorige week had ik het erover. Dit was voor mij een verliestrade. Ik had mijn stoploss hier vlak onder geplaatst. Ik werd uitgestopt. En dat is prima, want soms word je ook gewoon uitgestopt. Maar je ziet ook de liquiditeitsbox die hij hier had. Daar is hij gewoon vanaf gebounced. En sindsdien is hij op de top zelfs 30% gestegen. Dus als je deze trade goed had gespeeld en je had jouw stoploss wat lager kunnen positioneren, om welke reden dan ook, dan had je een hele mooie winst hiermee kunnen pakken. Maar dat was vorige week. We gaan nu even kijken naar nu. Ik had Edu tegen de Bitcoin ook al die tijd in mijn watchlist. Die heb ik nu weer weggehaald. Toevallig vanochtend, want ik zat te ver gestegen. Aan de onderzijde zie ik
Wat support bovenzijde? Ook. Het is nog te vroeg. Wat je zou kunnen doen, en dat is, kijk, niks van wat ik zeg is financieel advies, helemaal niks. Maar mocht dit bij strategie aansluiten, als je toch al weet dat de koers, dat het aannemelijk is dat de koers hier tussen zou kunnen bewegen, kan jij je even oriënteren om hier ergens aan te kunnen schaffen. En daar vervolgens weer naar boven te verkopen. Maar alleen als het aansluit bij jouw strategie. Op dit moment is er nog geen sprake van een beweging, een uitbraak, zowel bullish als bearish. Persoonlijk ben ik wel van mening dat de kans groter is dat deze bullish uitbreekt dan bearish. Dus ik had hem in mijn watchlist, ik had hem uit mijn watchlist verwijderd. Ik ga hem nu gewoon weer lekker toevoegen. Ook dit moet je nog even aankijken. Dit is niet het moment om in te stappen. Dat sowieso niet. De koers kan nog alle kanten op. En als hij toch zakt, ja, dan zakt hij 2%. Oké. Mocht hij trouwens bearish uitbreken, dan is de kans groot dat hij hier vanaf kan gaan bouncen. Dus dat dit het geval is. Even kijken. Ook weer een scenario. Dus ik ga nu allemaal scenario's schetsen van dingen die zouden kunnen gebeuren. Maar zoals de koers er nu bij staat, zou ik helemaal niks doen. Kijk, je hebt meerdere scenario's. Je hebt deze scenario. Dit. Nou, als dit gebeurt, dan zou je kunnen oriënteren om aan de onderkant in te kunnen kopen, mits het bij je strategie aansluit. Je hebt dit als scenario, dat dit gebeurt. Kan. Dus een bearish uitbraak. De kans is sowieso groot dat hier een bounce vanaf komt. Waarom? Dus gewoon een zwaar liquiditeitszone. Dus als dit gebeurt, als die toch naar beneden uitbreekt en je zou hier ergens bijvoorbeeld een longpositie willen nemen, besef gewoon dat je dan tegen de storm ingaat, want hij is al bearish uitgebroken. En hij zal sowieso resistance hebben op dit gebied, zowel van de driehoek als, als horizontaal, zeg maar. Plaats ik hier even een lijn. Je ziet ook, hij heeft hier aan de onderzijde, heeft de koers het zwaar om eronder te komen. Dus sowieso zal hij op dit punt, waar de pijl nu staat, resistance ondervinden van een driehoek of dit niveau. Dus als jij besluit hier ergens in te kopen, besef gewoon, je kan tegen de storm ingaan. Dat sowieso, maar wat ook zou kunnen gebeuren, en dit zie ik persoonlijk ook heel vaak zelfs, is dat er een uitbraak komt, dan lijkt het alsof het een bearish uitbraak is. Het is ook een bearish uitbraak. Wordt hier ergens liquiditeit opgehaald? Waarom? De grote jongens weten dat hier ergens een heleboel stoplossen staan. Er komt een wick, vervolgens schiet hij terug. En dit zie ik heel vaak gebeuren. Heeft hij wat resistance? Test hij deze zone nog een keer en dan schiet hij omhoog. Dus deze zone is de zone die moet je niet al te licht nemen. Dus wat ik zou doen en wat ik ook ga doen, aankijken hoe de koers zich ontwikkelt. Als hij hier bearish uitbreekt, dan weet ik dat hij hier op de trendlijn van de driehoek en op horizontaal niveau resistance zal ondervinden. Dus de kans, en in deze box zal hij support ondervinden. Dus de kans dat de koers hier nog even een paar keer heen en weer bounced, is aannemelijk voor mij. En aan de hand daarvan trek ik gewoon een plan van wat ik ga doen. Oké. Dit wat betreft Edu, Sui. Sui is al uitgebroken. Hier valt niks aan te doen. Sui is al uitgebroken. En de reden dat ik het zeg is, hij heeft resistance gehad van deze trendlijn. Hij heeft hem hier voor het laatst getest. Is teruggekomen. Heeft hier support gevonden. In deze box hier. Even kijken, waar ben je? Heeft in deze box support gevonden. Is hier vanaf gebounced en is omhoog geschoten. Dus dit was een mooi moment om in te stappen. Aan de andere kant, tenminste als het gaat om prijsactie, was dit een mooi moment om in te stappen. Als het niet gaat om prijsactie, kijk, officieel gezien, als het gaat om prijsactie, was dit de beste instap geweest. Maar dan nog weet je met een grote mate van waarschijnlijkheid, omdat de koers hier doorheen gaat bewegen, dat dit ook eventueel een instap geweest zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant ook weer niet, want als het gaat om trendlijnen, dan is dit niet een goede instap geweest. Dan zou je hier ergens moeten instappen. Dan zou je wat meer moeten inzoomen. Kijk, hier breekt hij er doorheen. Volume is daar niet toegenomen, maar je zou
Als je een hele snelle trader bent, dan zou je in principe al hier ergens ingestapt kunnen zijn. Hier. Als het gaat om de trendlijn. Of misschien zelfs hier. Dus het is maar net met welke bril je kijkt. Als het gaat om een prijs-actiebril, dan dit was een mooie instap geweest. Had je hier al wat winsten kunnen nemen. Maar aan de andere kant, dit was ook een mooie instap geweest. Hier. Je ziet ook dat deze box toch een paar keer getest gaat worden. En sindsdien is de koers gestegen. Maar hoe de koers zich nu bevindt, weet je, degene die zegt de sui tegen de bitcoin op 1 uur. Nee. Nee, ik zie er niet echt iets spannends in. Nee, want die is al uitgebroken. Dat zag je eigenlijk al voordat je de trendlijn tekende. Dus op dit moment, ja, niet, in ieder geval niet op 1 uur. Als het gaat om wat lagere timeframes, ja, je ziet ook, hij is bezig met het vormen van een bearish patroon op dit moment. Kijk, dit is wat de koers nu aan het doen is. Zo, en dan neem ik dit stukje even voor lief. Maar als ik nu kijk, hij is nu bezig met het vormen van een rising wedge patroon. En een rising wedge patroon zijn bearish patronen. En met bearish patronen bedoel ik niet dat de koers vanaf hier alleen maar omlaag gaat. Nee, want hij kan prima dit nog doen. Dus hij kan prima nog dit doen. Hij kan nog heel, heel ver en heel hoog komen. Maar wat ik ermee bedoel is dat de uitbraak uit dit patroon veel vaker naar beneden zal zijn dan naar boven. Dus het kan best zijn dat hij hier nu uitbreekt. Kan best zijn dat hij hier straks uitbreekt. Kan zijn dat hij hier uitbreekt. Dat weet je niet bij een patroon. Alleen besef gewoon dat als het gaat, kijk, diegene had het over de 1 uur. 1 uur is er niks te vinden. Dit zou een hele mooie scalp trade kunnen worden, maar dan moet je het echt ook als een scalp trade behandelen. Dan zou jij, mits je strategie erop aansluit, kunnen oriënteren om, als de koers dit doet, om hier een long positie te nemen. Ja, afhankelijk van waar jij je stop los wil plaatsen, ergens onder een stop los plaatsen. En dan hier al ergens TP1 en hier misschien wel TP2, zolang je maar in het patroon blijft. Alleen besef wel, de kans dat het fout gaat, is ook aannemelijk. Want het kan best zijn dat hij vanaf dit punt ook bearish uitbreekt. Dus zolang hij in een patroon blijft, zou ik persoonlijk niks doen. Maar laten we gewoon weer bij deze ook weer hypothetische scenario's nemen. Stel je voor, de koers doet dit en vervolgens breekt hij naar beneden uit. Nou, waar zal hij als eerst dinges ondervinden? Zware resistance, dat zal in ieder geval hier zijn. Dus dit punt. Of zwaar support. Ja, ik weet niet hoe die gaat bewegen. Maar als hij hier ergens uitbreekt, dan zou dit misschien wel een supportzone kunnen zijn. Of dit. Afhankelijk van hoe die blijft bewegen. Dus de uitbraak zou ik sowieso afwachten. Ik ben niet de voorstander van traden in bearish patronen. Tenminste niet voor long trades. Dan zou ik eerder oriënteren om hier ergens boven een short positie te nemen. In plaats van dat je hier nu op een bearish patroon long trades gaat nemen. Dan ga je echt tegen de storm in. De kans dat het fout gaat is groter dan normaal. Maar ja, that's it. That's it wat dit betreft. Hij is al uitgebroken. En hier op dit punt ligt een heleboel liquiditeit open. Dus de kans dat de koers, als hij uitbreekt en hij gaat naar beneden toe, dat hij het heel moeilijk zal hebben rond dit niveau. En dan helemaal als hij dit niveau ook nog eens overeenkomt met deze trendlijn. Een beetje in de buurt. Dus als ik me wil gaan oriënteren voor een long positie, doe ik dat het liefst in deze regio. Niet hier. Ook niet als scalp trade. Helemaal niet. Oké, dit wat betreft Sui, die plaats ik ook op mijn watchlist. Ik zie in de chat het een en ander aan screenshots. Of tenminste in de chat van Zoom. Mensen, ik moet er wel even bij zeggen. Want ik krijg wel vaker verzoeken om screenshots te pakken. Het is niet de bedoeling dat als ik zeg maar live ga charten, dat ik screenshots van anderen in review ga reviewen. Ik laat puur zien waar ik naar kijk op de momenten dat ik vanuit nul aan het charten ben. En ja, review van screenshots, daar is het concept niet voor. Alpine tegen de Bitcoin op de 4 uur chart onderin driehoek. Dan gaan we even kijken. Oh. Alpine tegen de Bitcoin op de 4 uur. Jullie chart onderin een driehoek.
Ja, maar dan zal die al bearish uitgebroken zijn. Tenminste, dit is wat ik zie. Dit is een trendlijn en dan zal die al bearish uitgebroken zijn. Dit zal eerder resistance zijn dan dat die nu ergens support gaat opleveren. Helemaal omdat het ook nog overeenkomt met resistance zone. Je kijkt ook hier. Hier heeft hij een heleboel aanrakingen gehad. Hier, deze zones. Dus al die weeks hier al. Dus Alpine tegen de Bitcoin. Als je long gaat op de 4 uur, dat is niet verstandig. Hij zal resistance ondervinden van de trendlijn en op horizontaal niveau. Dus ik persoonlijk, het kan best zijn dat je hier ook het een en ander kan doen. Moet ik even kijken. Dan moet je een beetje creatief te werk gaan. Ja, je zou zoiets kunnen doen. Maar dan nog ga je tegen de storm in. Dan zou jij ergens hier bij deze trendlijn in zou kunnen stappen. Kan. Maar dan heb je als plafond heb je dit. En dan heeft hij sowieso zwaar resistance. Hij heeft resistance op horizontaal niveau. En hij heeft resistance van deze trendlijn die ook sterk is. Dus ik zou hier sowieso, ongeacht patroon, zou ik hier nooit een long positie nemen. Ik zou me eerder oriënteren op short posities. Als jij Alpine in je bezit hebt, dan zou je kunnen oriënteren om hier ergens een verkoopopdracht te plaatsen. Waarom? Omdat de kans dat de koers zakt vanaf dit punt groter is dan dat hij hier doorheen breekt. Maar voor de rest, nee, ik Alpine tegen de Bitcoin zie ik niet. Ben ik geen voorstander van. Nee. RNDR tegen de dollar voor een short. Pak ook even erbij. Op de 4 uur. Is voor short gaan zeker. Op de 4 uur. Nou. Nee, juist niet. Tenminste. Tuurlijk zou je kunnen oriënteren voor de short positie. Maar je ziet ook, hij respecteert die trendlijn. Dus persoonlijk. Kijk, opgaande trendlijnen. Die hebben vaker de neiging om neerwaarts uit te breken. Maar persoonlijk is deze zone, even kijken hoor. Waar ben je? Deze zone is een sterke zone. Dus deze zone zou ik sowieso in de gaten houden. Ik kan het jullie wel even laten zien. Doe ik heel even op Telegram. Pak ik Telegram even erbij. Ik ben er namelijk een voorstander van. Van opgaande trendlijnen. En dan instappen op dinges. Op liquiditeitszones. Kijk, deze chart, Kava, wat was dat? Kava tegen de USDT, die had ook een opgaand trendlijn. En ik had, sterker nog, ik had hier ook aangegeven volgens mij, waar ben je? Het was tijdens de vorige clubhouse sessie, had ik ook aangegeven dat de kans dat hij naar beneden uit zou breken, reëel was. En dan zou die liquiditeitszone een mooie instap kunnen zijn. En hetzelfde geldt hiervoor. Hetzelfde geldt voor de chart waar wij nu sowieso al mee bezig zijn. Hij heeft een trendlijn. Dit soort trendlijnen breken vaker naar beneden uit dan naar boven. Dus je zou je er ook op kunnen oriënteren om, mocht hij naar beneden uit te breken, om hier misschien te kijken voor een longpositie. Zou kunnen. Als deze liquiditeitszone zo groot is dat die stand houdt, dan is de kans heel groot dat die vervolgens weer terugkomt, hier doorheen breekt en weer zijn gang verder gaat. Dan is dit de meest ideale instap. Dit zag je ook bij Kava. Dat zie je heel vaak gebeuren. En mocht jij niet bekend zijn met liquiditeitszones, mensen, jullie horen mij het een en ander zeggen. Tijdens de Price Action Clinic leg ik jullie echt uit, heel gedetailleerd, waar ik naar kijk. Hoe ik deze liquiditeitszones bepaal. En vervolgens ook fake-outs. Tenminste, je ook kan beschermen tegen fake-outs. Dus tijdens de Price Action Clinic behandel ik dit sowieso. Ik heb niet de luxe om tijdens dit soort sessies echt uitgebreid te behandelen waar het op gebaseerd is. En daar zijn deze sessies ook niet voor. Deze sessies zijn echt bedoeld om jullie te laten zien waar ik naar kijk. Om jullie daarin zoveel mogelijk mee te nemen. Is voor mij ook nieuw.
Want normaal gesproken doe ik het nooit. Tenminste, ik doe het wel in clinics, maar dan leg ik echt uit. Maar nu ben ik gewoon live en ik moet gewoon jullie meenemen in mijn gedachtes. Dus daar zijn deze sessies voor. Ik laat jullie zien waar ik naar kijk. Maar bijvoorbeeld dit soort trendlijn, hoe je die intekent. Want jullie zien me wel trendlijn intekenen. Er zit wel een bepaald idee en filosofie erachter. Die leg ik dan weer uit in clinic chartpatronen. Dus niet om jullie clinics aan te smeren, maar ik zie ook een heleboel bekende gezichten. Echt een heleboel bekende gezichten nu op Zoom. Ja, de mensen die het op YouTube volgen, die zien dat niet. Maar een heleboel bekende gezichten op Zoom. En ik weet dat jullie die clinics hebben gevolgd. Dus voor jullie zal dit niks nieuws zijn. Ik denk dat het voor jullie eerder een aanvulling is van het combineren van alle strategieën die ik uitleg. Dan dat het echt abracadabra is. En ja, dus dat. Dus als het gaat om liquiditeitszones, dit is persoonlijk wat ik, waar ik... Ja, dit soort trades zijn, als je het mij vraagt, het makkelijkst persoonlijk voorspellen door middel van trendlijnen. En inkopen op basis van liquiditeitszones en dominante highs en lows. En vervolgens de weg naar boven of beneden winst te nemen. Dus het is geen strategie. Dus het is geen strategie wat ik hier uitleg. Ik probeer jullie gewoon mee te nemen in mijn gedachten. Maar dit is een reëel scenario. Dus dat de koers hier vervolgens bearish misschien... Het kan best zijn dat hij nog heel lang doorgaat, hoor. Het kan best zijn dat hij nog heel lang doorgaat. Maar als hij hier nu bearish uitbreekt, nu op dit moment, de komende paar uur, dan is dit het gebied waarbij hij als eerste bounce zou kunnen krijgen. En ja, afhankelijk van waar je instapt, waar jij je stop los plaatst, als jij die goed positioneert, dan kan jij hier de weg naar boven meeliften als deze liquiditeitszone sterk genoeg blijkt te zijn. Dus vooralsnog niks, maar er zijn een hele goede om in de gaten te houden. Ja, diegene had het over een short positie. Zou kunnen. Je zou ook een short positie kunnen nemen. Dus dat hier een bounce vanaf komt. En vervolgens hier ergens kan gaan oriënteren voor een short positie. Alleen besef gewoon, als hij dan hier ook nog eens doorheen gaat, deze liquiditeitszone blijft sterk. En als deze bounce maar heel licht is geweest, dus dat hij heel even de zone heeft aangetikt en weer omhoog schiet, dan weet jij dat op het moment dat hij de koers echt in deze zone terechtkomt, dat hij zware support zal ondervinden. Dus als jij hier een short positie gaat nemen, dan ga je een beetje tegen de trend in. Maar het zou kunnen, het zou heel goed kunnen. Dus ik kan me best voorstellen dat een heleboel mensen hier short posities gaan nemen. Maar persoonlijk ben ik van mening dat het aannemelijk is dat de koers hier bearish van afbreekt op een gegeven moment, ik weet niet wanneer. En als dat nu zal gebeuren, nu, dus bij deze swing low zou gebeuren, dat hij hier doorheen breekt, dan is deze zone de zone waarbij hij meeste liquiditeit kan verwachten. En dan is de weg naar boven vaker ingezet dan naar beneden. In ieder geval de weg naar boven, in ieder geval tot hij weer resistance ondervindt. En dat zal hier in deze regio zijn, dit gebied. Dus dat wat betreft... RNDR, volgens mij had ik die al toegevoegd, of niet? Ja, watchlist. Oké. Mensen, ik neem even een pauze van een paar minuutjes. Ik ben zo weer terug. Ik denk, ja, 2-3 minuutjes. Even mijn stem een beetje rust gunnen, een beetje wat water drinken. Ik ben zo weer terug. Tot zo. We zijn weer terug. Ben je weer te verstaan? Ja, super. Top. Oké. Even kijken. Waar was ik? Ik was net al aan het praten tegen jullie, maar ik had mijn microfoon op Zoom nog uit. Ik moet er even aan wennen dat ik nu en in OBS zit en op Zoom. Dus ik moest 2 keer de microfoon aanzetten. Oké, dus dat wat betreft RND tegen de dollar. Dan gaan wij naar NMR op 4 uur. NMR. Tegen de Bitcoin of... Tegen de dollar. Als jullie muntpaarden aangeven, mensen, geef ook even erbij. Ik ga geen namen noemen, maar ik zie jou nu in beeld. Degene die NMR typt, is dat tegen de bitcoin of tegen de dollar? 1 of 2? 1 is bitcoin, 2 is dollar. 1, tegen de bitcoin dus, oké. En de reden dat ik geen namen noem, mensen, het is voor de mensen die op YouTube die het op YouTube kijken... In verband met privacy zal ik geen namen noemen en ook geen beelden laten zien van de mensen die hier bij mij in Zoom zitten. NMR is wel heel laag, hoor. Moet ik heel eerlijk zijn. En ik neem aan dat je het op de... Nee, ik ga het niet eens noemen. Ik wil bijna zeggen, training, voor training marktstrategie is dit niet te doen. Het is geen instap. Maar misschien, we gaan kijken. Want je hebt het over de 1 uur, volgens mij. Of 4 uur.
Oké. Okay. Nee, idem dito. Ik laat gewoon zien wat ik zie. Allereerst heel weinig volume. Als op de 15 minuten al een heleboel platte candles aanwezig zijn, dan is volume niet echt al te denderen, denk ik. Denk ik. Nee, dat is toch de chart. De 1 uur is toch de timeframe die ik moet hebben. Ja. Als eerst, ik wil weten waar die support heeft. En waar ik support kan verwachten. Vervolgens waar ik resistance kan gaan verwachten. Resistance zal hij hier hebben. Qua trendlijnen zie ik sowieso niks. Niks noemenswaardig. Ja, weet je, dit is wat ik zag. Of dit is wat ik zie. Dan zal je iets verder moeten inzoomen. Kijk, ik zie hier namelijk support bij deze trendlijn. Ik zie resistance bij deze trendlijn. Een klein uitbraakje. Nou ja, de volume nam toe. Een uitbraak is niet doorgezet. En vervolgens blijft de koers rond deze trendlijn aanmodderen. Ik zie hier niks geks in. Hij heeft resistance hier voor deze op horizontaal niveau op dit gebied. En ja, de trendlijn wordt sowieso gerespecteerd. Dus dit is wat ik denk wat zou kunnen gaan gebeuren. Zou kunnen. En het is maar net de vraag wat dan. Kijk, hij zal ergens, en dan moet ik hier even bij kijken. Hij zal hier ergens, zal die sowieso een bounce hebben. De kans tenminste sowieso, niks is zeker. Maar de kans dat de koers hier in dit gebied, dan moet ik hem even intekenen. In dit gebied, om en erbij, een bounce krijgt, is sowieso aannemelijk. Dus als jij toch wilt traden hier, afhankelijk van de strategie. Het is in ieder geval niet de strategie waar ik les in geef. Maar als jij toch besluit te traden en een long positie wil nemen, dan is dit de meest aannemelijke plek. Dan heeft hij sowieso support van dit gebied hier. Ik kan hem zelfs kleiner tekenen. Heeft hij sowieso support van dit gebied. En als die ook nog eens overeenkomt met de trendlijn hier, dan weet je gewoon zeker met een grote mate van waarschijnlijkheid dat de koers hier een bounce vanaf kan krijgen. En dan zal hij in eerste instantie, moet ik even kijken, nou, toch hier hoor. In eerste instantie zal hij hier, want je ziet hier de wicks, je ziet hier dit gebied, je ziet hier weer een wick. Dan zal hij bij deze lijn zal hij als eerst resistance ondervinden. Dus, dit is wat ik denk dat zou kunnen gaan gebeuren. De koers moet het nog eventjes aan. Breek vervolgens bearish uit. Kan richting dit patroon komen. Of deze trendlijn. Kan er vanaf bouncen. De kans dat hij hier vanaf bounce is trouwens heel groot. In verband met de support die de trendlijn geeft. En deze zone. En vervolgens op zoek gaat naar resistance. Nou, die zal hij hier ergens krijgen. En dan is er net de vraag wat de koers kan gaan doen. Misschien dat hij in de tussentijd ook nog een nieuw patroon kan gaan vormen. Weet ik niet. Het zou kunnen. Dan heb jij een soort dinges. Een trendkanaalachtig iets. Maar dat is nu nog te vroeg, want hij heeft hier nog geen aanraking. Hij zal dan hier ergens op zijn vroegste een aanraking kunnen geven. Maar dit is gewoon een scenario. Dit is een scenario wat zou kunnen gaan gebeuren. Persoonlijk doe ik helemaal niks met deze trade. Ik hou het sowieso in de gaten. Want dit soort scenario's, je zal zien dat dit soort scenario's die je van tevoren inschetst, heel vaak uitkomen. Niet best vaak, heel vaak uitkomen. Dus kijk gewoon naar waar hij als eerste support zal gaan krijgen. Heeft hij het op diagonaal vlak, op horizontaal vlak. En kijk gewoon wat de koers daarna zou kunnen gaan doen. Waar hij vervolgens als eerste resistance krijgt. En dat zou hier ergens in de buurt zijn. Dus ik hou dit sowieso in mijn watchlist. Het kan ook best zijn dat de koers nu in één keer naar boven uitbreekt. Dan vervalt deze trend aan de bovenste. Maar de onderste blijft nog steeds gelden. Dus al zou dit gebeuren. Als zou dit nu gebeuren. Hij zal een keer nieuwe resistance ondervinden. Dat zal ongeveer hier zijn. Dan kan het best zijn dat hij vervolgens weer terugkomt. En deze zone, dus deze liquiditeitsbox of deze trendlijn een keer gaat opzoeken. Dus ik teken het in. En voorlopig doe ik helemaal niks. Want voorlopig is het nog geen chartpatroon. Voorlopig heeft hij deze zone nog niet bereikt. Dus ik doe voorlopig nog helemaal niks. Maar dit is het enige wat ik hierop kan vinden. Qua trending markten strategie is dit sowieso niet te doen. Nee.
Oké. Volgende. Sand tegen de Bitcoin op 15 minuten. Daar ben je een beetje aan de late kant mee. Oh nee, tenminste, ja, 15 minuten. Ja, ik denk dat je laat bent. Ja. Ja, hij heeft de trendlijn doorbroken. Hij heeft een retest gehad. Dit is wat ik ermee bedoel. Hier is de uitbraak. Hij heeft een retest gehad. Nou, retest niet. Ja, redelijk. Kijk, deze candle. Met deze candle. Of nee, goedemorgen. Nee, niet eens. 15 minuten is niet de timeframe hiervoor. Zou ik hem eerder zo pakken. Zo. Je had het al 15 minuten, maar persoonlijk zou ik hem eerder op de 5 minuten pakken. Je ziet dat er een uitbraakje is gekomen. Klein retestje en vervolgens is de koers een tijdje zijwaarts aan het gaan. Ik moet wel zeggen, Sam tegen de Bitcoin op 5 minuten, hij respecteert deze trendlijn niet echt hoor. Of ik heb hem verkeerd ingetekend, dat kan ook. Dan zou het zoiets kunnen zijn. Ja, persoonlijk, dit is veel. Nee, persoonlijk, als ik toch een trendlijn moet tekenen, is dit hoe ik hem zou intekenen. Dit gebied hier ook bevalt me niet echt, hier. En het... Ik doe het wel even zo. Het gebied hierop bevalt me niet echt. En het feit dat bij deze candle volume niet echt toegenomen is. Dat zie je ook. Is niet echt. Nee. Dus dit gebied, deze candle. Geeft mij aan dat niet veel traders op deze trendlijn aan het traden zijn. Dus als het gaat om trendlijnen. Sowieso niks. Niks noemenswaardig bij deze chart. Die kan ook weg. 15 minuten, even kijken of ik met een andere bril doet. Nee, dan zou het voor mij hier interessant kunnen zijn. Nee, en qua trainingmarkt, ik pak een Fibonacci erbij. Ja, trainingmarkt ook niet, is veel te laag. Nee, ik kan hier niks mee. Als ik eerlijk moet zijn. Niet met de 3 strategieën waar ik les in geef in ieder geval. Andere strategieën ongetwijfeld. Maar die 3, en dat zijn eigenlijk de enige 3 waar ik naar kijk. Afhankelijk van de 4e, tenminste behalve de 4e, maar met die 4, daar kom ik wel een andere keer op terug. Ik maak namelijk gebruik van 4 strategieën. Tenminste, maar met die 4e, ik zie nu al dat het ook met de 4e niet zal zijn. Dus nee, ik kan hier niks mee. Niet met zand tegen de Bitcoin op 15 minuten. Misschien als ik naar een wat hoger timeframe ga. Hoger timeframe zou kunnen. Zou kunnen, want je ziet dat hij een trendlijn weliswaar respecteert. Maar dan nog zit hij hoog. Dan zou ik wachten en dan vervolgens hier ergens op speculeren. Bij deze aanraking. Maar dan nog, support is niet al te groot hier hoor. Valt mee. Hij heeft wel support. Want als je kijkt dan naar dit gebied hier. Dit gebied. Al deze prijsactie. Hij heeft wel support. Hier ook heeft hij ook support. En dan zal hij ook support hebben van deze trendlijn. Maar persoonlijk, ja, kijk, als je strategie er niet op aansluit, dan zou ik hier sowieso niks mee doen. Maar als we het toch hebben over zand tegen de Bitcoin, dan is 1 uur een beter alternatief. Dan ja, een ander timeframe. Tenminste, met mijn strategie. Maar, kijk, mijn strategie zijn er gewoon op gebaseerd. Ik wil gewoon instappen op zo sterk mogelijk support. Dus ik zoek altijd naar support van de trendlijn. Ik zoek naar support van op horizontaal gebied. Af en toe pak ik zelfs MA-lijnen. Dat is trouwens de 4e strategie waar ik wel eens mee werk. Dan pak ik bepaalde MA-lijnen erbij en dan kijk ik of hij daar support heeft. En aan de hand daarvan probeer ik een zo goed mogelijk instap te plannen. Waarbij er zoveel mogelijk support is. Maar dat zie ik nu nog niet. Hij zal hier echt op dit prijsniveau moeten komen. Van 1946. Dan zou ik kunnen overwegen om in te stappen. Maar ik hou deze sowieso in de gaten. Volgende. Ik ga trouwens nog een kwartiertje, 20 minuten door. En dan gaan we er een einde aan breien. Trouwens, tussen over een kwartiertje, 20 minuten bedoel ik echt de video
beëindigen. Maar daarna blijf ik nog wel even rondhangen op Zoom. Om eventuele vragen te beantwoorden vanuit de chat. Maar de video wat betreft muntparen en live charten. Ja, ongeveer een kwartiertje nog. Max een kwartiertje. Ik zie een hele goede vraag. Alleen die kan ik nu niet behandelen, want het sluit niet aan op het concept over de CME gap. Dus mocht jij de vraag getypt hebben, een hele goede vraag. Maar het sluit niet aan op het concept waar ik nu mee bezig ben. Dus die moet ik helaas overslaan. Scalp trades op price action gebied, eigenlijk idem. Dat is echt iets. Dat sluit ook niet aan op dit concept. Bitcoin tegen de dollar inverse perpetual. Dus ik neem aan op Bybit. Ja, oké. Okay. Ik pak even de chart erbij. Ja, idem. Hetzelfde als waar ik het net over had. Over het trendkanaal. Kijk, deze chart scheelt niet veel met deze chart. Dus als het gaat om een scalp, dan kijk ik er anders tegenaan. Maar als het gaat om de daily timeframe, dan beweegt de koers zich tussen in een neerwaarts trendkanaal. Maar ik kan het wel even erbij pakken. Dan behandel ik het even als een scalp van 15 minuten. Oké. Wat ik zie, zo op het eerste oog, is 15, dan wat meer. Nou kijk, ik weet namelijk, degene die de vraag stelt, die is heel actief bezig op Bybit en dan kijkt hij door een price action bril. En ik weet zeker, want ik kijk nu naar jou, jij wil gewoon dat ik het op price action gebied, zeg maar, bespreek. Ja, ja, zegt hij, ja, dat snap ik. Maar ik zeg net, ik heb net tegen iemand gezegd dat ik het niet ga behandelen, omdat het niet aansluit op het concept. Maar weet je, als we het okay, we gaan echt scalpen. Ja, als het gaat om een scalp. Dit was een mooie instap geweest. Dit gebied. Hier. Dit gebied. Waar ben je? En die is hier getest. Dat was hier een test. En daarna, kijk, bij ieder aanraking wordt support zwakker. Dus dit was de ideale instap geweest. Had je hier ook. Jouw kennende werk je met leverage. Maar dan hebben we het even zonder leverage. En zou je hier 0,39% winst gepakt op kunnen hebben. En dan was dit jouw verlies. Maximaal verlies. Hier rechts had je stoploss. Dus qua risk-reward ratio zou dit een hele mooie trade kunnen zijn. Persoonlijk ben ik nu van mening dat de kans aannemelijker is voor een short dan voor een long. Dus als jij toch aan de slag gaat, zou ik me oriënteren om hier rechts een short positie te nemen. In deze box. Waar ben je?
Hier. Ja. En dan heb ik het over het gebied tussen 27.900 en 27.904. Maar dit is een scalp short. Hè? Dus mensen, ga alsjeblieft niet al je bitcoins verkopen. Dit gaat om een heel ander concept. De mensen die Price Action Clinic hebben gevolgd, die kennen dit concept. Maar persoonlijk ben ik van mening dat als we het echt hebben over een scalp, dan, ja, hier ligt gewoon liquiditeit. En hier ligt nog veel meer liquiditeit. Op dit punt. Maar dan hebben we het echt over een scalp, hè, mensen. Dus hier ligt eigenlijk nog iets. Zo. Ja. Dus dit punt. En dan heb ik het over 27.965 en 27.972. Hier ligt nog meer liquiditeit. Dus dit is een liquiditeitszone. Is niet heel sterk. Dit is een veel sterker liquiditeitszone. Dus deze zou je eigenlijk ook kunnen negeren. Dus als jij aan mij vraagt wat ik hiervan vind, dan persoonlijk zou ik me eerder oriënteren om hier een short positie te nemen dan hier waar jij nu bent, waar de koers zich nu beweegt, op de minuten timeframe als scalp, om een long positie te nemen. Maar dat is op de minuten timeframe. Dan zijn we echt aan het scalpen. Dus dan zou je hier ergens zou ik me meer oriënteren om hier een short positie te nemen dan niet. Maar ook hier, dit zou kunnen. Dit is een wat agressievere plek, maar dit is de meest veilige plek. Als wij niet op de minuut kijken. Als we gaan naar de 5 minuten, dan zit je iets lager. Of nou, alhoewel helemaal niet zelfs. Ik moet even meer inzoomen. Nee. Nee, dit is waar liquiditeit open ligt op dit moment. Dit is waar ik persoonlijk een short positie zou kunnen gaan nemen. Afhankelijk van of het bij de strategie aansluit. Ik zie een duimpje, dus dat zal wel beantwoord zijn. Oké, gaan we weer verder. En excuus, ik noemde een naam. Maar iemand wilde dus een scalp trade op Price Action. Nou, bij deze. heb ik ook gelijk besproken. Ik krijg een vraag. Heb jij voor jezelf triggers wanneer je naar Bitcoin paarden kijkt en wanneer je naar USD paarden kijkt? Of maakt het je niet uit? Persoonlijk, ik trade altijd op allebei. Ik trade altijd op allebei. Zowel, tenminste, afhankelijk van welk portfolio. Ik heb op bijvoorbeeld Binance heb ik een portfolio. Bestaat uit twee delen. Eigenlijk meer, want er zit BNB ook onder voor de fees. Maar bestaat uit dollar en Bitcoin. En met beide portfolio's probeer ik gewoon zoveel mogelijk te traden. Als het goed gaat, laat ik het zo zeggen, als de Bitcoin paren rood zijn, dan probeer ik zoveel mogelijk korte scalp trades te nemen. Wel long trades, maar hele korte scalp trades, waarbij ik gewoon heel kort in en uit Bitcoin trades ga. Als de Bitcoin paren groen zijn, dus als de heatmap groen is, je ziet zelfs de heatmap hierbij. Ziet hij zelfs de heatmap bij. Als de heatmap groen is, dan probeer ik zoveel mogelijk langere trades te pakken met de Bitcoin portfolio. En exact hetzelfde met de dollar. Ik probeer zoveel mogelijk in beide te zijn. En aan het einde van de rit, als ik met beide hopelijk winst heb gepakt, dan balanceer ik alles weer uit. En dan kan ik weer verder. Dus ik heb niet echt triggers. Nee, ik probeer gewoon beide portfolio's te gebruiken. Ik zie allemaal muntparen qua euro. Daar kan ik in principe niks mee. Het gaat nu even om de bitcoin en dollarparen op voornamelijk Binance. Of in ieder geval Bybit. Maar europaren, daar doe ik niks mee. Bijvoorbeeld Kaspar tegen de euro. Azero tegen de euro. Dat zijn muntparen die ik niet ken. Dus die ga ik dan ook niet behandelen. Als je andere muntparen toch wil zien, dan hoor ik het graag. Maar anders niet. Bel tegen de dollar als short positie. Oké. Okay.
We gaan even kijken. Nee, tenminste, ik kijk op de 5 minuten. Ik weet niet over welk timeframe je het hebt. Zou jij in de chat kunnen aangeven om welk timeframe je, je bedoelt? Want persoonlijk zie ik alleen maar bullish dingen. Tenminste, als ik nu kijk. Bullish signalen. Tenminste, een bullish beweging. Maar heb je niet in de gaten dat ik het tegen je heb? Je kijkt heel... Nee. Ik kijk nu naar iemand in de Zoom-chat. Maar volgens mij heeft hij niet in de gaten dat bel tegen de USDT van hem afkomt. Maar pak even erbij. Laten we gewoon even de 5 minuten pakken. Dit is wat ik zie op de 5 minuten. Nee, je zou hem hier kunnen pakken. Pak hem zelfs op de 3 minuten. Moi, ja. Even kijken of ik hier wat van kan maken. Ja. Als scalp trade is dit een mooi, tenminste zou dit een mooi patroon kunnen zijn als je longposities gaat nemen. En dit is nogmaals gebaseerd op chartpatroon bril. Als het gaat om price action, dan zie je dat de pieken steeds lager worden, dalen worden lager. Maar het mooie van chartpatroon bril is, je kan de volatiliteit kan je ook, neem je daar ook in mee. Dus het kan best zijn dat de pieken en dalen lager zijn, maar de bewegingen naar beneden toe worden steeds kleiner. Dus de kans dat de koers, ik zal hem eens even intekenen. Dit is trouwens ook een van de redenen waarom ik altijd als eerst begin met mijn chartpatroon bril. Eigenlijk moet ik gewoon een bril laten maken in een bepaalde kleur. Misschien wel deze kleur. En die gewoon opzetten als ik live ben. Als een soort zonnebril. En dat wordt dan een chartpatroon bril. Een soortgelijk bril als... ik krijg geen namen, jongen. Maar het gaat om degene die altijd de Sjaak is als het gaat om Roel. Want ik kijk naar jou en hij heeft ook een bril. Maar een soortgelijk bril als hij. In ieder geval, dit is een bullish patroon. Dus als het gaat van diegene, had het over short volgens mij, of niet? Even kijken, wat ben je? Ja, bel USDT short positie. Niet volgens deze chart. Volgens deze chart zou ik me kunnen oriënteren. Tuurlijk kan je een short positie nemen, maar dan kijk je weer niet met de chartpatroonbril. Dan kijk jij met de dinges, met de prijsactiebril. Want dan zie je gewoon de pieken lager worden, de dalen worden lager. Maar dit is persoonlijk waar ik mij op ga oriënteren. Dus dat dit gaat gebeuren. En op een gegeven moment een uitbraak komt. En vaak zie je dat de uitbraak rond dit niveau komt. Dit. Dus als de koers vervolgens hier nog even blijft doorbewegen, als hij een bepaalde supportzone krijgt van de onderste trendlijn in combinatie met deze wick, dus de support die deze wick biedt, waar heel veel traders hun koopopdrachten hebben staan, en waar deze box, supply box of liquiditeitsbox ook zit. Dit is gewoon een heel zwaar gebied. Je hebt hier een bepaalde liquiditeitsbox. En die is gebaseerd hier op dit gebied. Dus de kans dat hier een bounce vanaf komt, hier op dit punt, eigenlijk dit punt, waar ben je, is vrij groot hoor. Want hij heeft dan en op horizontaal gebied van deze wick, hij heeft hier een liquiditeitsbox en hij heeft hiernaast ook nog eens een bepaald trendpatroon. De support die hij krijgt op de trendlijn. Dus dit gebied, hier ook, daar heb ik het over de 84,80 tot zeg maar 84,30. Dus dit gebied hier, eigenlijk hier, is voor mij een sterk zone. Dus als ik zou willen instappen, dan tenminste afhankelijk van mijn strategie, dat is geen financieel advies, moet ik er echt even bij zeggen, dan zou ik mij oriënteren op een instap rond dit niveau. Mits het aansluit bij mijn strategie zou sowieso aansluiten, maar mits het aansluit bij jouw strategie, dan zou je kunnen oriënteren op dit gebied. Wat je ook kan doen, is heel voorzichtig zijn. En dan eerst wachten tot er een uitbraak volgt. Dus als dit het geval zou zijn. En nogmaals, dit zijn hypothetische scenario's. Maar als dit het moment is waarbij de koers zoveel support krijgt. Dat hij geen andere plek kan dan hier uitbreken.
het kan best zijn dat hij hier nog even één keer tegenaan tikt, dan nou weer terug. En dat de volatiliteit lager wordt en dan uitbreekt. Dan zou je kunnen wachten tot de koers op een gegeven moment terugkomt voor een retest. En dan instappen. Want dan heeft hij en support op horizontaal niveau en support op liquiditeitsbox. En ook nog eens support op de bovenste trendlijn. Dus dat zou je kunnen doen. En dan is support echt het grootst. Als dat het geval is, dan is support echt het grootst. Dus ja, denk degene die het vraagt, die heeft de chartpatroon clinic gevolgd. Heeft volgens mij ook de price action clinic gevolgd. Volgens mij ook. Dus weet waar je naar moet kijken. Dit gebied zijn sterke gebieden. Oké, ik zal deze ook even toevoegen aan mijn watchlist. Oh, die staan ze op Bybit. Op zich doet het er niet toe, blijft hetzelfde. Tenminste, grotendeels hetzelfde. Nee, is helemaal. Nee, Binance is dit trouwens. Oké, nee, het was wel Binance. Verder. Ik zie nog wel wat muntparen, maar ik ga wel een einde breien wat betreft muntparen. Ik blijf nog wel even rondhangen, dus de mensen die aanwezig zijn op Zoom, jullie hoeven niet per se weg te gaan. Ik blijf nog wel even een beetje rondhangen om de chat te beantwoorden. Maar qua live charten was het genoeg voor vandaag. De mensen die het terugzien op YouTube, ik wil jullie bedanken. Op het moment van dat jullie dit bekijken, ben ik waarschijnlijk al op vakantie. En ik ben er gauw weer. Dus mensen, een hele fijne dag. Doei.